Goedendag, vandaag breng ik de omvangrijke van een functie hier. Geef een functie, geef je hier f van x. Dan kies met een galteken, die bestaat bij de functies. Ja. Dan kan je gewoon, kies je f van x, je gaat naar het abc, kies daar f, omdat de functie heet. En dan vul je daarna met de x erbij, dus f van x. En druk je op enter, en dan krijg je gewoon in de ram deze functie. Dus x van derde min x kwadraat plus 5x. Hier getekend de rode functie. Je kunt ook direct de functie ingeven in de integraal. Dus we gaan even de functies wegdoen, dus even wachten. Ja. En dan kun je gewoon, als je nu het integraalteken kiest, integraal, ja, dan kun je gewoon in de integraal direct een functie invullen. Dus integraal, en tussen haakjes, bijvoorbeeld in x kwadraat, als je daar x kwadraat invult via de functie, x kwadraat, krijg je automatisch direct 1 der x tot de derde, wat dan de integraal is. Hier wordt nu natuurlijk de oorspronkelijke functie getekend, daar moet je apart nog toevoegen. Als je apart dan toevoegt x kwadraat hier beneden, dan teken de oorspronkelijke functie. Dankjewel aan, en nog eens, bye bye.